ben van plan om mijn batterij op te laden vandaag. Ik heb zin om een hoop mensen te zien die graag actief meewerken aan een maatschappij en die een edel en nobel mensbeeld nastreven. Ik heb daar een schrijnend gebrek aan gehad, aan dat soort mensen de laatste 2 jaar. Dus ik voel mijn moraal ook naar beneden zakken, dus ik hoop hier vandaag mijn batterij wat op te laden en moedig de toekomst tegemoet te treden. Het is ook plezant dat het een tweetalig ding is. Er zijn veel mensen uit het zuiden van het land die Raymond gaan leren kennen nu. En die gaan zeggen, of doen ze een oude rocker, dat is toch fantastisch. Wij moeten het doen met Johnny Hallyday, maar in Noorden hebben ze daar ook iets lopen van dezelfde leeftijd en swingend. En dat anderzijds de Vlamingen dan ook naar Waalse bands kunnen komen kijken. Dat wordt zo voorgesteld de laatste jaren als dat dan een probleem zou zijn om een grens over te steken en over de grens te kijken, terwijl dat een geweldige cadeau is, om ze nieuwe dingen te leren kennen. Dus, hier op Manifesta is er alvast geen sprake van Vlamingen en Franstaligen die problemen hebben met elkaar. Het bijzondere daaraan is dat het gaat nu al een jaar of 4 hebben over weinig anders in de wereld, in onze kleine wereld, België dan over communautaire problemen en zo. Maar ik kan u zeggen, ik ga echt heel veel over en weer tussen de twee landen zelf, de twee taalgemeenschappen. En bij de bevolking voel ik dat niet. Dat is echt zeer bizar. Moest ik alleen leven of geloven wat ik lees in mijn krant, ik zou denken dat we hier op de rand van een burgeroorlog staan. Terwijl in het dagelijks leven de mensen zijn met ganz andere dingen bezig. Die zijn niet bezig met communautaire problemen. Die zijn niet bezig met een kieskring. Wie bij God heeft er nu op nadenken over zo'n kieskring nodig om te functioneren in het leven, behalve dan de mensen die eventueel zelf in die kieskring wonen en die stondeu zijn. Maar voor de rest, er zijn geen land dat op de rand van een burgeroorlog. Vlamingen en Walen kunnen met elkaar leven. Ze doen dat perfect.